70 jaar geleden, werd Brandweer Schiphol opgericht. Er werd gestart met 1 brandweerpost, 4 voertuigen en zo'n 70 medewerkers om het toen nog kleine Schiphol brandveilig te houden. Brandweer 1 van Airport 1, wil u grote alarm, vliegtuig, volledig uitvoeren. Sinds de oprichting is de brandweer in actie gekomen tijdens een aantal gebeurtenissen in en om de luchthaven. Zoals tijdens de brand in de verkeerstoren. De inmiddels gepensioneerde Joop Haspels was daarbij. We konden het niet geloven. We kwamen aan bij de toren en die stond echt als een schoorsteen te roken. We hebben besloten om met slangen al verdieping voor verdieping af te blussen. En uiteindelijk is het op die manier gelukt. Daarnaast rukten ze onder andere uit bij de brand in Hangar 10, de Belmer-ramp, de brand in het cellencomplex en de Turkish Airlines crash. Nu zijn er 15 operationele voertuigen en ruim 190 medewerkers. Er zijn 3 brandweerposten op strategische plekken om zo binnen 3 minuten bij alle in gebruik zijnde start- en landingsbanen te kunnen zijn. Het korps is er voor het voorkomen en bestrijden van incidenten met vliegtuigen en om de terminal en andere gebouwen veilig te houden. Ze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Ze slapen, sporten, koken en eten hier. We zijn 24 uur van huis, maar we zijn toch een beetje thuis. Ze trainen met de vernieuwde Firefly. Op locaties buiten Schiphol en samen met crisispartners, zoals de Veiligheidsregio, Koninklijke Marechaussee en Ambulancedienst. Zo zijn we voorbereid op alle mogelijke scenario's. Brandweer Schiphol, al 70 jaar paraat.